Dag beste kijker, welkom op Hotel CS voor een nieuwe aflevering van Mijn Team op Formule 1 2020. Zoals u hoort gaan we in Zandvoort racen vandaag in Nederland, maar zoals u ziet slecht nieuws, het is regen, het regent. Niet goed, had ik heel hard zelfs. Tijdens de kwalificaties regen het gelukkig nog niet, dus die gingen toch redelijk, dacht ik. Volgens mij ben ik P12 gekwalificeerd. Als ik me niet vergis, misschien nog vooruit kunnen schuiven door een penalty van iemand. Nee, 12. Het veld ligt echt helemaal door elkaar in al die teamsverandering. Ook de kleinere teams doen het goed. Oei, die gaan soft pakken. Wat doet de rest? Ja, excuseer. Als dat gaat schuiven, dan is het 11 fouten, losers. We gaan voor de undercut gaan deze keer. Oei, nee, dat werkt zo, nee. Zo. Nee, dat zou sneller zijn, ja. Ik kan toch wagen en dan kan ik eventueel nog zien voor de intermediates, als het hard zou toevoegen. Zijn die ook mogelijk, de intermediates? Nee, je kunt die zelfs niet pakken. Dat is raar, dus dan zal dat hopelijk niet te veel regelen. Qua grip verwacht ik toch wel veel schuivers. Genoeg brandstof meepakken. Want met de regen verbruik je meer. Ja, zo zal het wel goed zijn. Ja, dan ben ik benieuwd wat gaat gaan. Ik heb niet al te hoge verwachtingen. Goeie start. Oeh. Ja. Oké, sorry. Ik had hem kunnen vermijden misschien, maar met de regen heb ik me iets te veel mispakt op het remmen. En met hier Stroll die... Oh no, zo zat het ook. Wat? 5 seconden straf, jongen. Die weg van zijn lijn ineens af, hè. Ja, en nu ben ik het kluts helemaal kwijt, dankzij stomme Stroll. Goeie exit. Buitenkant. Oeh, Elben, jongen toch. Ik wou net zeggen, het slippen valt mee, maar het valt helemaal niet mee. Dus constant corrigeren. Allee. Kijk, je mocht dus ook niet direct op de gas gaan staan. Want dat gaat ook in te werken, merk ik. Zoals ik nu gewoon opnieuw doe. Maar kom aan, ik geef rustigjes gas. Nee, godverdomme, jongen, echt. Wat een hatelijke toestand. Kom aan, wat een ding. Oh. Nee, en de curb ook niet. Maar dat zijn 5 flashbacks op een half minuut op dezelfde plaats. Bravo. Ik krijg een auto dus niet onder controle, hè. Jonas, stop met volop die gas te gaan staan. Ik zeg het, als ik regen kon uitschakelen, had ik het gedaan. Maar dat gaat dus jammer nog niet op een heel seizoen. Misschien kan ik een move gooien op Saints. Verder het wel, slipstream. Buitenkant pakken.
Mooi. Hier misschien iets te veel naar binnen gegaan, waardoor hij me aantikt. Ja, als ik excuses voor de flashbacks, andermaal, maar ik kan er niet veel aan doen. Ik laat nog plaats, zeg. Ze sluit gewoon achter mij aan. De start was oké, alleen daar veel flashback moeten doen door Stroll. Die ineens van zijn lijn afwijkt. Of plots van zijn lijn afwijkt. En voor de rest regen, slippen, bochten onder controle krijgen. Excuseer daarvoor, ja, ik kan er niks aan doen. Zie je toch, ik geef rustukjes gas, heel rustukjes. En in auto doen we gewoon zijn eigenste goesting. Dit zal een lange race worden, waarschijnlijk 2D als ik zo blijf klungelen. Maar zie, wat kan ik meer doen? Wat kan ik meer doen? Stop ermee, jong, godverdomme. Eén, twee, drie. Hup. Bocht uit, rustig gas, vierde vitesse. Oké. Okay. 1, 2, 3. Dat is zeker. Je vliegt gewoon naar kant, jongen. Je moet zo automatisch naar de andere kant sturen of het is gedaan. Misschien kan ik ook op album een move gooien nu. Alhoewel, nee. Dat zit er niet meer in nu. Ik denk, godverdomme toch. Ik kan deze race niet fatsoenlijk kunnen rijden, hè. Ik kan er niet aan doen. De intermediates kon ik niet pakken. Het is echt wel slip weer zo. DRS will be enabled this lap. You can use it when within 1 second of the car ahead and in the DRS zone. Oh jongens toch, ik moet remmen voor Elben, dan slip ik weg. Het is ongezien eigenlijk, echt waar. Maar zie, ik moet de gas loslaten dan. Ik mag niks gaan aankomen denk ik. En daar ga ik weer. Merde, kan iemand mijn tipsje wat ik moet doen? Ik weet het dus niet, hè. Oh, dit is moet gedaan, hoor. If you think you can get past, make use of the overtake button and see what you can do. Ik snap niet, ik ben echt. Kijk, ik moet wel flashbacks gebruiken, maar als ik een beetje kan rijden, want ik wil precies sneller dan de computer. Ja, sorry, ik wou nog proberen te corrigeren, maar dat ging niet. Ja, het is jammer, hè. Oké, en zelfs bij de flashbacks is dat super moeilijk om in te pikken.
This light rain is going to be with us for a while now. Net geen DRS op Leclerc, dat is jammer. Regen gaat blijven, richter regen, dus misschien toch naar intermediate gaan, maar ik kon het in het begin niet selecteren, dat vind ik wel raar. Ja, het is erg, ik vind het niet echt leuk, ook al die flashbacks. Dan zie je niet toch eens het shit. Ik krijg het niet goed. Ik ga heel voorzichtig op die gast staan, maar nee, het mag nog niet baden. Volgens mij zijn het natuurlijk heel lichtjes op de gas en op tijd de versnelling hoger, maar ja. Of dat altijd marcheert, dat weet ik niet. Ik slip gewoon keihard weg. Ik probeer in de rest van de kleur te komen, maar het is niet... Het is niet evident. Ja, en deze is al helemaal een ramp. Check your MFD for a new strategy option. Ja, ik kan geen twee dingen. Ik kan hier racen en keihard naar die strategie kijken. Oh shit. Een nieuwe strategie is available on the MFD. Daarom moet ik even kijken naar mijn banden. Die gaan nog wel mee, dus het kan zijn dat ik later binnenrij. Maar kijk mannetjes, ik geef heel licht gas, maar marcheert niet jong. Check your MFD for a new strategy option. Maar nu krijg ik geen DRS omdat ik daar wegsliep. Kijk, het is super moeilijk voor die flashbacks er terug binnen te komen. Ronde 11 is wel heel laat, maar ik kan het... Ik moet gewoon... Godverdomme jong, echt, ik krijg niks gedaan. Hoe frustrerend is dit? Check your MFD for a new strategy option. Understood, copy that. Our gap to the car in front is 1.5 seconds.
Maar je vent toch. Dus ongezien dit, waarom ik zo... Ik snap het niet. Goed, mijn banden ook in de oog houden. Maar zie je niet ooit eens. Oké, of krijg je het gecorrigeerd nu? En de curbs kunnen niet gebruiken. Hier zijn ik fouten aan het maken. Krijg ik het nog goed? Oké, dat krijg ik weg, maar ik kan geen flashback doen. Ben blij dat ik het zelf kan oplossen. Dat is nu wel even heel lastig. Ik ben terug in mijn spoor, dus ik snap het niet, mijn pan. Oh, godver. Jongens, toch. Het is toch geen plezier voor mij, hoor. Maar vent toch, stop er iets mee, jongen. Moet toch spel. Wat zie je? Ik doe niks. En een auto beslist om... Ik ga even de kant in rijden. Hè? Waarom niet?
is in the pits. The track conditions aren't improving. It's your choice as to whether you want to fit the wets next time you come in. Even afwachten wat de rest doet. Hebben we het dan gehad voor de mediums? Nee, dit krijg ik niet meer te gooien. Kom aan, zie, dat is zo moeilijk om weer in te pikken, hè. Wat zie je dit toch eens? Zie je dit toch eens? Of we doen normaal wat er genoemd is. Fijn, echt waar. Ik hou het niet voor mogelijk. Nee. Oké, ik ga nog één rondje afwachten. Volgens mij gaat iedereen op de mediums, dus dat ga ik ook doen. Fuel target is plus one. Faster engine modes are available. Oké. Als laatste komen we denk ik binnen. Maar ik verschiet dat we dat beter doen dan de rest in de regen. Ik snap het niet, want ik schuif wel. Oké, ik heb iets flashbacks genomen, maar voor de rest is het echt wel stof. Ocon zit nu op de soft. En als ze voor Leclerc kunnen uitkomen, zou dat mooi zijn, hè? Zal daar net achter zijn, maar we zijn dichter gekomen. Exit van de pitstop was niet goed. Ah, begint weer, echt waar. Ik en ik pushte nogthans niet hard daar. Hè.
got plenty of energy. Use the overtake button and have a go. Verwacht dat ook onder Piets binnenrijdt nu. Dus kunnen wij misschien proberen op Leclerc een move te gooien. Binnenkant, hij kan er wel naar door glippen. Dat doet hij ook. Zenitoos, ik ga heel voorzichtig, ik zit zelfs al in vierde, maar nee ja. Het spel denkt van we gaan een auto toch laten slippen. Maar dit was dan gewoon even helemaal niet goed. Jongens, er terug inkomen is net zo moeilijk, hè. Allee, niet toch, godverdutje toch. Echt waar. Wat een mottig gedoe. Maar zie je toch eens zo? Alleen je kunt niks gaan. Maar god, Het is ongelooflijk, ik snap het niet. Ik kan dat niet, dat weet ik, maar dat ik zo erg is. Ik heb de zesde positie rond, hè, dus dat is eigenlijk totaal niet oké. Ah, nee, kom.